Remco, ik telde hem al. Wat jij? Ja, ik wist ook. Ik moet wel zeggen, ik twijfelde wel een beetje, omdat ik al 3 keer achter de verdediger zal staan. Dus ik keek wel gelijk naar de grens en dan zie je die vlag weer omhoog en denk je, zonde. Zonde is het inderdaad, want met de nederlaag hebben jullie wel iets te weinig gekregen, denk ik, hè? Ja, ik denk dat we goed hebben gevoetbald, al vanaf de eerste minuut met lef. En dat je niet zag dat het nummer 18 tegen nummer 2 was. Dat wij gewoon echt goed hebben gevoetbald, alleen hebben zij de laatste 2 gescoord en wij 1. Is toch bijzonder. Wat deden jullie zo goed vandaag, dat jullie AZ zo goed konden bestrijden? Ja, ik denk gewoon blijven voetballen en vrije man zoeken. En ook voorin hoog druk zetten. Dat helpt natuurlijk ook, want AZ werd daar ook nerveus van. En die wisten ook niet echt wat ze moesten doen. Dus ik denk dat ons heeft goed geholpen in ieder geval. Ja, je kan inderdaad heel veel zeggen over verdiend, onverdiend. Goed partijen hebben goed gespeeld. Heel positieve dingen. Maar punten krijg je niet, punten moet je zelf pakken. Je moet geen goal weggeven. En die 2-2, je mag er geen buitenspel staan. En haal ik er 2 momentjes uit. Want ik kan er meer uit halen hoor, de kans in de eerste helft. Ik denk dat we een paar keer een goede kans krijgen. Je geeft 1 kans weg, pats doelpunt. En dat bedoel ik met kansen zelf pakken. Op basis van het spelbeeld heb je heel goed partij geboden. Heb je met veel lef gespeeld. Hebben we de opbouw gespeeld. Ik denk als je vergelijkt met tegen Ajax spelen. En Ajax AZ is maar wel gelijkwaardig qua niveau. Zag je een totaal andere wedstrijd in de ploeg. Met heel veel lef, heeft gevoetbald, opbouwen, druk zetten. Daar ben ik heel trots op. Maar uiteindelijk moet je inderdaad niet alleen maar trots op je spel. Dan moet je jezelf belonen. Met een doelpunt en vooral niet zelf weggeven. Dus ja, een heel dubbel gevoel. Je creëert ontzettend veel eigenlijk. Er zit dus ook wel echt progressie in, denk ik. Hoe kun je ervoor zorgen dat dan net dat kwartje wel de goede kant op valt? Nou, 1 is vooral weten als je tegen nummer 2 uit zo kan spelen. Dan moet je het overal tegen iedereen doen. Dan moet je nergens achterover leunen, nergens bang zijn, maar overal dit tonen. Dat is 1. 2, we moeten denk ik vooral ook meer bijten. In die eindfase laten we te veel kansen liggen op een schot, vind ik. Dat we toch nog uitstellen, toch nog wachten, toch nog willen pasen. Dat kunnen we heel goed in de opbouw. Wachten, uitstellen, de vrije man vinden, geduldig zijn. Maar er is een fase in de laatste 20 meter van het veld. Daar kan dat niet. Er is de kans eventjes en dan is hij weg. Nou, daar is denk ik onze grootste winst voor de komende weken. Vanuit het goede voetbal, vanuit durven opbouwen. Weten wanneer je pijn kan doen. Wanneer moet je gelijk voorgeven. Want nu nemen we nog 1 keer de bal mee. Voorzet, geblokt. En dat verschil zit hem ook in de goal. De afgekeurde goal. Net wel, net geen buitenspel staan. Dat is het verschil tussen een punt of geen punt. En dat is niet om te zeuren of om te kritisch te zijn. Maar dat moeten we wel snappen. Dat verschil is heel klein. Voor mij zijn het centimeters geweest. Maar wel heel bepalend voor de uitslag. Zie je ook vorige week. Grote kansen op 2-0. Grote kans op 2-2. Ja, en dan mag je niet te veel zeggen van we hebben geen geluk. Of we hebben pech. Dat moet je zelf gewoon leren doen. Er bleef hoop en jullie bleven voetballen. Uiteindelijk kwam jij erin. Welke opdracht kreeg je mee? Natuurlijk gewoon lekker voetballen met lef. En ook achter de laatste linie kruipen. En dat zag je ook bij die penalty moment dat ik erachter ging. Mooie bal van Dox. En het is een penalty. Hij komt met sliding en ik zag het wel aankomen, moet ik eerlijk zeggen. Eerste penalty van het seizoen. Bizar, maar hij is er eindelijk, hè? Ja, dat is de eerste penalty natuurlijk. En gelukkig schiet hij hem ook binnen. Dus we hebben natuurlijk 1 gekregen, maar die werd weer afgekeurd door de VAR. Dus het is wel fijn dat we wel weer hebben gescoord. Voor het gevoel is het inderdaad fijn. Dus een nederlaag met perspectief. Laten we het daar maar op houden. Ja, dat zeker. En dan gaan we volgende week Go Ahead pakken. 3 punten. Aan het eind verlies je ook nog Mees Hoedemakers. Dat was volgens mij wel een beetje zwaar, hè? Die tweede gele kaart. Ja, ik vond het scheids heel goed fluiten. Er waren wat hele harde duels. Nou, die horen bij zo'n wedstrijd. Dat was een hele mooie, denk ik, sportieve, felle wedstrijd van beide kanten. Ja, zo'n rode kaart hoort totaal niet bij de wedstrijd. En ik hou niet van om scheidsrechters te zeuren, want die hebben een moeilijke baan. En misschien natuurlijk best wel gelijk. Ik heb het niet teruggezien, maar misschien was het ook echt wel volgens de letter van de wet een overtreding. Ik vind het wel heel jammer dat een scheidsrechter niet denkt van oké, goede wedstrijd. Een speler die heel fair speelt. Ik schreeuw even naar hem, ik geef hem zijn laatste waarschuwing en ga door. Want ja, ook als Mees Hoedemakers, hij speelde echt een goede wedstrijd. Zo werkt voetbal niet, maar hij verdiende, vond ik, echt geen tweede gele kaart. En dat is nogmaals niet aan mij, maar ik baal er wel van. Enorm frustrerend dus dat je toch niet een resultaat pakt vandaag. Maar je kunt wel met opgeheven hoofd, denk ik, naar Go Ahead. Ja, het belangrijkste wat je vandaag moet doen, is inderdaad wat ik net ook al zei. Als je als nummer 18 zo kan spelen tegen nummer 2 van Nederland, dan moet je dat overal doen tegen iedereen. Dus ook tegen de Eagles.